De tweelingzussen Mathilde en Gerda, bekend van de reality-serie Urk, beleven momenteel een bijzondere periode. Beide zussen zijn tegelijk zwanger, maar hun zwangerschappen verlopen niet zonder uitdagingen. Mathilde heeft haar volgers regelmatig op de hoogte gehouden van haar ervaringen, maar nu is het ook Gerda's beurt om een update te geven. Op haar afgeschermde Instagram-pagina deelt Gerda dat ze de afgelopen weken te maken heeft gehad met hevige pijn. Aanvankelijk dacht ze dat het ging om indalingspijn. Maar recent werd duidelijk dat ze last had van een ernstige blaasontsteking. Ik dacht al weken dat het indalingspijn was, maar het blijkt een flinke blaasontsteking te zijn, schrijft Gerda. Ze vervolgt nu een kuurtje en hopelijk snel geen pijn meer. Eerder had Mathilde al te maken met zwangerschapskwaaltjes. De Urke Realityster heeft haar volgers regelmatig geïnformeerd over haar zwangerschapsupdates, maar recent was het nieuws minder positief. Mathilde kampt met intense rugpijn. Een bezoek aan de dokter bracht weinig verandering, helaas geen verbetering, schreef ze op haar Instagram. Advies van de dokter was paracetamol en naar de fysio. Gerda, die in verwachting is van haar tweede kind, heeft al een dochtertje samen met Klaas. Tijdens eerdere afleveringen van Urk werd duidelijk dat Klaas het soms moeilijk heeft met de zwangerschapshormonen van Gerda. Dit leidde tot vragen van kijkers over of Klaas misschien beter verdient, wat Gerda echter niet leuk vond. Klaas zelf bleef rustig. Maak je geen zorgen om mij. Wat betreft de geslachten van hun aanstaande kinderen, heeft Gerda besloten om het geslacht van haar tweede kindje geheim te houden tot de bevalling. Ze wil het als een verrassing laten komen. Mathilde daarentegen was wel benieuwd naar het geslacht van haar tweede kindje en organiseerde een gender reveal. Onlangs onthulde ze door een ballon door te prikken wat het geslacht van haar baby zal zijn, wat een spannend moment was voor de zussen en hun volgers.